Goedemorgen allemaal. Nou ja, allemaal. Er is nog niemand, geloof ik. Ik ben een beetje vroeg. Dus ik wacht even af tot er mensen binnenkomen. Laat me even weten of jullie wat horen. Ik zie één persoon binnenkomen. Laat me even weten of je wat hoort. Goedemorgen Linda, Anke, Sigrid, Patricia, hi. Nou, leuk dat iedereen er weer bij is. Ik wacht even tot iedereen weer binnenkomt stromen. Goedemorgen Pascal, Jacqueline, goedemorgen. Petra, goedemorgen. Cindy, Yvonne. Nou, wacht nog heel eventjes en dan gaan we starten. Ik kan wel voor je zingen. Oh ja, ja, ik ben jarig vandaag, mensen. Ik ben vandaag 48 geworden. En ik vier het eigenlijk nooit. En ik ga deze week ga ik het dan voor het eerst sinds tijden weer eens een keertje vieren. Met een paar vriendinnen. Ik hou het natuurlijk klein gezien de omstandigheden. En ja, 48. Ik heb nooit wat met leeftijd. Het gaat altijd een beetje langs me heen. En ik heb niet zoiets van, oh, nou word ik... Dan ga ik richting de 50. Dat heb ik helemaal niet eigenlijk. Maar ik heb wel zoiets van 48, jeetje. Dan realiseer je wel dat de tijd best snel gaat. Maar goed. We staan nog volop in het leven. Dus, en daar gaan we ook van genieten. We gaan vandaag dotten op een seleniethart. Nou heb ik in mijn eerdere post al uitgelegd dat... Dat ik daar van tevoren altijd een zwart vlak op maak. Omdat ik dan vind dat de kleuren beter overkomen. Maar je kan natuurlijk ook direct op het hart dotten. Dus wat jij zelf wil. Ik heb er zelf een zwart vlak op gemaakt met een passer. Ik zet er een passer in het midden. Maak een vlak. En die verf ik tot twee keer aan toe zwart. Gewoon met acrylverf. Had ik ook in de eerdere post gemeld. Dus mocht je dat gezien hebben, dan is dat helemaal goed. En zo niet, je kan natuurlijk ook gewoon zo op het hart meedotten. Je mag ook op andere materialen meedotten als je niet hebt meegekregen dat we het vandaag op een hart zouden doen. Je kunt natuurlijk ook gewoon op papier meedotten. Is het nou de eerste keer dat je meedoet met mijn online workshops? Dan kun je op mijn website www.paint-academy.nl kun je de eerdere video's ook vinden, waaronder ook de basisworkshop. En dat is dan voor jou wel handig om die eerst even te bekijken. Zodat je weet hoe ik de verf mix, met wat voor spullen ik werk, wat je klaar moet zetten en dat soort zaken. En omdat ik vandaag jarig ben, ga ik natuurlijk ook even nog iets leuks weggeven. Ik geef een door mij bewerkt hartje weg. Wil je daar voor in aanmerking komen, stuur me dan even een mailtje. Doe even in het onderwerp verjaardag, dan weet ik dat het om die actie gaat. En dan verloot ik een door mij bewerkt hart eind deze week. Dat zal vrijdag of zaterdag worden. Dus als je mee wil doen en je wil daar kans toe maken, stuur me dan even een mailtje met in het onderwerp verjaardag. Even tussendoor kijken wat jullie allemaal melden. Gefeliciteerd. Dank jullie wel allemaal. Nou, laten we het daar maar niet meer over hebben, over die verjaardag. Laten we gewoon lekker gaan dotten. Ik ga de camera kantelen en dan neem ik jullie gewoon stap voor stap weer mee in een patroon wat ik ga maken op het hart. Dus als ik de camera kantel, kan ik ook even geen vragen beantwoorden. Heb je vragen?
Stuur die dan even naar info@natasja.nl. Dan kan ik achteraf even op mijn gemak daar antwoord op geven. Ik ving net iets op van 48. Rien, ja. Ik ben 48 jaar geworden, maar goed. Dat is voor de rest geen wereldnieuws. We gaan gauw verder. Ik ga kantelen. En dan hoop ik dat jullie met mij mee kunnen kijken. Even kijken hoor. We moeten hem even goed op zijn pootjes neerzetten. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Ik zal nog even wat licht bij schijnen. Ik hoop dat jullie het zo mee kunnen kijken. Ik heb het idee dat het nog wat donker is, maar... Even kijken hoor. Nou, laat even weten of jullie het zo kunnen zien. Cindy zegt ja, jullie kunnen het zien zo. Nou, dan gaan we aan de slag. Ik start in het midden met een wat grotere dot. En doordat ik de passer in het midden heb geplaatst, toen ik dit vlakje maakte, heb ik ook meteen een middelpunt van het gat, van het gaatje van de passer. Dus daar kan ik dan ook mijn eerste dot zetten. Dan weet ik ook dat ik precies in het midden zit. Start met 3 kleine dotjes in het midden naar boven, in het midden naar onderen en in het midden aan de zijkanten. Nou, ik zou zeggen, doe gewoon met mij mee. En als je zoiets hebt van, nou, ik raak nu het spoor bijster, dan ga je gewoon lekker op je eigen manier verder. Ze zijn hiernaast aan het zagen. Ik hoop dat jullie daar niet al te veel last van hebben. Nou, zoals je ziet werk ik hierbij met een kleurverloop. Dus ik ga met deze bruine tinten steeds lichter.
zoals u ziet werk ik nu eigenlijk alleen met de hele fijne dotjes. Dus ik werk met de kleinste kant van mijn sauté-stokje. Zie je, dan krijg je een soort van kruis te zien. Zo, de volgende ronde ga ik nog een tintje lichter. Oh, dat was mijn maag. Ik hoop niet dat jullie dat gehoord hebben. Zo. Dan heb ik heel veel vragen gekregen over die druppel. Ik zal nog even goed laten zien hoe ik dat doe. Ik doop met het kleine kant van mijn sauté-stokje doop ik goed in de verf. Ik zet hem neer. Ik maak toch wel best wel behoorlijk volle dot. Ga ik er nog een keer in mijn verf. En dan trek ik hem uit. Dus een goede korre. Goede volle dot maak je eerst. Dan ga ik er nog een keer in de verf en dan trek ik hem naar voren. Zo. Ga ik met een ander kleurtje, met een iets lichtere tint van die bruin, ga ik ernaast werken. Dus ik zet weer een volle dot en ik trek hem die kant op. Ik zet een volle dot en ik trek hem die kant op. Zo, nou dan heb je al een heel leuk begin. En dan vind ik het in dit geval wel leuk om met een heel ander kleurtje
In dit geval een zeegroene kleur. Daar omheen te gaan werken. Zo. Nou, ik hoop dat iedereen dit tot nu toe een beetje heeft kunnen volgen. Ik probeer altijd niet te snel te gaan. Dus dan is dit wat je ongeveer tot nu toe hebt. Nou, dan ga ik er met mijn kleurverloop. Dus van donker naar licht of van licht naar donker, wat je wil. Ga ik daar omheen werken. En dit hoef je natuurlijk niet speciaal met kleurverloop te doen, hè. Dit is natuurlijk ook heel leuk om te doen met allerlei verschillende kleurtjes. Ik zou nog even een workshop kleurenmix doen, live. Is er nog niet van gekomen, want ik heb ook wat opdrachten gekregen om grote mandala's te maken voor mensen. Dus dan ben ik gewoon even wat drukker. Maar ik zal die workshop zo snel mogelijk nog even doen, live. Want dat is wel leuk als jullie dat ook weten. Nou, je ziet dat ik hier al eigenlijk iets buiten de cirkellijn ben gegaan. En hier nog niet. Dus ik heb hem niet helemaal gelijk gemaakt. Dat is dan weer het nadeel als je niet met patronen werkt, als je gewoon op gevoel werkt. Maar aan de andere kant, als je hem helemaal afmaakt, zul je zien dat je daar op een gegeven moment niks meer van ziet. En ik heb ook altijd zoiets van, het is handwerk, ik ben geen robot, ik ben een mens. Dus dat heeft gewoon ook wel zijn charme, vind ik altijd. Het hoeft allemaal niet... perfect. Het is het handwerk en het is mensenwerk. Het belangrijkste is zeker ook dat je plezier hebt in het dotten. Want die plezier in het dotten en de passie en de liefde die je voor het dotten voelt, dat zien mensen altijd terug in je werk.
En dat is hetgeen waar mensen op afkomen. Dat is het, de reden waarom mensen jouw werk kopen. Omdat ze erdoor geraakt worden of... Het heeft niks met perfectionisme te maken in mijn mening, zeg maar. Zo, de laatste lichte ronde. En dan ga ik met een hele andere kleur, oranje, ga ik nog eens om dat blauwe heen. En juist die kleurverschillen geven dat leuke effect. Zo, dan ga ik hem nog wat opvullen met wat van de die druppeltjes. Je ziet, ik zet een druppel neer en ik trek hem naar onderen. Ik zet een druppel neer en ik sleep hem die kant op. Zo. Zo. Dan ga ik met nog wat kleurverloop eromheen.
Zoals je ziet is het zwarte gedeelte wat ik helemaal op wil vullen. Dus het zwarte, de zwarte cirkel die wil ik helemaal opvullen. En dan ga ik er met wat grotere dotjes. Je ziet het zwarte gedeelte is nu helemaal opgevuld. Vind ik het wel leuk om er omheen te gaan met allerlei verschillende kleurtjes. Met grote en kleine stipjes. En allemaal verschillende groottes aan dotjes. Die plaats ik er gewoon omheen. Kleine, grote dotjes. Ik ga verschillende kleuren gebruiken. Ik wil wel veel verf aan mijn stokje hebben, dat het mooie volle dots worden. Zo, nou dan pak ik een ander kleurtje. En daar ga ik nog eens tussendoor. Zo, dan ga ik met er nog een lichtere kleur ertussen. Eigenlijk alle kleurtjes die ik in de cirkel gebruikt heb, die ga ik ook hier buiten in die dotjes plaatsen. Nou, en dit is de basis, hè? Dus de volgende dag, als deze eerste laag droog is, ga ik hier nog met andere kleurtjes overheen. Om die diepte te creëren. Dus bijvoorbeeld in die donkerbruine dotjes kan ik nog met 3 tinten lichter erop. Waardoor je die diepte maakt in de dot. Dus de eerste laag is eigenlijk altijd gewoon je basis. En daarnaast kun je nog allerlei leuke dingetjes toevoegen, zoals edelsteentjes of van die Swarovski steentjes of dot op dot op dot met verschillende kleuren. Ook met een lichtblauw zet ik tussendoor dotjes.
Ah, je kan al zien wat een leuk geheel dat wordt, hè, als je het op deze manier afmaakt. Zo. Ook nog wat van de oranje. Dan zet ik hier en daar nog een wat grotere dot. Op die grotere dots ga ik dan nog met een kleurverloop overheen dotten. Zo. Nou, dit is het patroon van vandaag geworden. Super leuk om te doen. Het is een goede, mooie basis, want het is natuurlijk nog niet klaar. Je kan er de volgende dag nog van alles mee. Maar dit is een beetje het patroon wat we vandaag hebben behandeld. En je kan natuurlijk van alles, hè, op Zeleniet. Je kunt ook op het Zeleniet te hard direct werken. Dus dat je niet op een zwart vlak werkt. Maar ik vind dit op de een of andere manier altijd wel een mooier effect geven. Als je eerst met zwart behandelt. Nou mensen, dat was het voor vandaag alweer. Ik ga jullie even kantelen. Even kijken. Zo. Zo. Nou, ik hoop dat jullie het allemaal een beetje goed hebben kunnen meekijken. Dit is het hart geworden. Maar als je je eigen weg bent gegaan, is het natuurlijk ook prima. Laat het me zien. Stuur me een foto als je hart af is. En dat vind ik altijd leuk om te zien. En we gaan natuurlijk weer met het werk wat we vandaag hebben gedaan een dotpakket verloten. Dus voor het werk wat je vandaag hebt gedaan, in de workshop mee hebt gedaan, daar mag je een foto van sturen. En daarop ga ik een winnaar trekken die het dotpakket kan winnen. En omdat ik jarig ben, geef ik natuurlijk een door mij bewerkt hart weg. Wil je daaraan meedoen? Stuur dan even een berichtje met je adres naar info@natasja.nl. Met in het onderwerp verjaardag. Dan weet ik dat je mee wilt doen aan die actie.
En vanaf juni ga ik hopelijk weer workshops geven. Gewoon hier bij mij op de locatie. Daar ga ik volgende week of de week daarop wat evenementen voor plaatsen op de pagina. Dus dan kun je zien op welke data de workshops ingepland worden voor juni. En natuurlijk gezien de omstandigheden met enige aanpassingen. Ik ga met hele kleine groepjes werken waardoor we de juiste afstand kunnen nemen. En we gaan natuurlijk heel hygiënisch werken. Dat doe ik eigenlijk altijd al. Maar we gaan natuurlijk gewoon extra opletten met handen wassen met binnenkomen, handen wassen met weggaan en dat soort zaken. Dus nou ja, wie weet na al die online workshops dat ik jullie wel een keer in het echt ga ontmoeten. En dat ik jullie hier mag verwelkomen. En nou ja, als je persoonlijk een workshop krijgt, dus niet online, dan is het toch allemaal even wat anders. En dan kan ik je toch even wat meer, wat beter laten zien. En dan kun je ook direct je vragen stellen als je ergens mee zit. Ik ga volgende week niet online, want ik heb het nu wat drukker, omdat ik wat opdrachten heb die af moeten. Maar de week erop weer wel. Dus ik blijf sowieso om de twee weken een kort online workshop geven. Dat blijf ik gewoon doen, ondanks dat ik weer straks gewoon op de locatie aan de slag ga. Dus voor die mensen is dat natuurlijk ook fijn als je gewoon lekker vanuit huis kan meedoen. Nou, ik ben vandaag jarig, dus ik ga leuke dingen doen vandaag. En ik wens jullie natuurlijk ook allemaal een hele fijne dag. Heel veel dotplezier. En nou, tot over twee weken weer. En ik laat van tevoren weten wat we gaan bewerken.